Bubbly. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag ga ik wat superleuks doen, maar met wie ben ik vandaag? Met mij, met Sonja. Ja, we zijn al best vaak met elkaar geweest. We zijn al heel vaak samen geweest. Ja, maar dat is alleen maar leuker natuurlijk. Gezellig toch? Voordat ik vertellen wat, moet ik even wat zeggen. Namelijk, abonneer op mijn kanaal. Geef dan gelijk een duimpje omhoog. Een dikke duim. Dikke duim omhoog. En dan klik dan gelijk op belletje, die naast de abonneerknop staat. Dan blijf je altijd op de hoogte als er een nieuwe video komt. Oké, let's go. Laten we dan nu snel beginnen. Let's go. Wat gaan we doen? We hebben hier van een tijdje geleden hebben we een hele grote doos gekregen. Oh ja, dat weet ik nog wel. Ik ook. We hadden toen een rockertour gekregen van de firma Hasbro. Die mochten ze gaan proberen. Nou, een superleuk beest was dat. Maar we hadden niet in hoofd dat er ook heel veel anders speelgoed was. Ja, en daar zaten deze twee dozen in. Ja. Ik heb hier een oranje en jij een paarse. Een katje en jij hebt een soort van monster. Ja, maar wat is het? Wat staat erop? Hoe heet het? Lock Stars. Ja, dat staat er. Lock Stars. En ze hebben ook twee sleutels. Ja, en als ik het een beetje goed zie door het doosje heen, is het een soort van super cool slotje. Ja, maar dan heb je twee soorten sleutels. Daar zitten sleuteltjes bij en iets heel kleins. Ja, een drinkdingetje of zo. Ik heb geen idee. Jij hebt een drinkpakje, ik heb een graat en een heel klein kleipakje of zo. Ik zal even laten zien hoe hij er eigenlijk uitziet. Nog in het doosje. Doe mij ver af. En deze. Dit is een paarse. Ik heb niet zo lange handen. Of lange armen. Jij hebt die, zo. Ik heb die. Nou, gaan we eens even let's kijken. Let's go. Kijken wat erin zit. Jeetje. Doe jij maar even eerst. Oké, let's go. Oh ja, je denkt, ik sloop gelijk alles. Oh. Ja, kijk. En is er nog niet binnen, kijk. Nou, dat vind ik altijd leuk. Dat maakt echt helemaal geen moer uit, want ik hou van dit. Ik ben wel binnen hoor. Oh ja. Tadaa. Ja, maar is er nog steeds plastic. Huh? Oh, zit er nog een in? Nou, eerst maar even voorzichtig alles op tafel leggen. Oké. Wow. Oh. Is uitgevallen. Dat mogen jullie nog niet zien. Oké. Dan is het geen verrassing meer voor jullie. Wij hebben het al wel gezien, toch? Ja. Nou, haal hem uit. Oh, dat katje door. Oké, ik laat het ding als eerste zien. Oh, ik weet waarom er twee sleutels zijn. Eentje voor die en eentje voor die. Dat denk ik ook. Die hoort bij die en die hoort bij die. Dus het is een grote en een kleine. Ja, dat heb jij dus ook. Gaan we zien. En een klein dingetje waar die dan ook bij hoort, dat weet ik nog niet. Nee, maar haal het eerst even eruit. Even die sleutels. Dus ik zal inmiddels even laten zien. Dit is de kleine oranje. Ja, daar zit ook nog een groot. Hoe zit dit in elkaar? Mag ik eens gaan? Wat een lekker toe. Het zit heel moeilijk in elkaar, dit. Denk je? Ik denk het niet. Oh, ik denk het echt niet. Meestal is het zo van duwen. Het zit gewoon in dat plastic te klemmen. Kijk. Ja! Oh, deze is zo lang. Oh, zelfs een hap van zijn oor. Zo hang. Nam, 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 nam. Die sleuteltjes doe je er dan zo uit. Oké, waar zullen we mee beginnen? Nou, ga het maar gewoon proberen. Ik zal de paarse nog even laten zien. Deze hoort... Hè? Ik begrijp het nog niet echt. Mijn hand erachter. En dan staat hij zo moeilijk scherp. Hm? Wat een leukert, hè, zijn ze. Hè? Hoe zit dit? Oh, hier heb je denk ik geen sleutel voor nodig. Nee, dat is alleen voor deze, denk ik. Probeer maar. Nee, ik ga eerst deze. Gaat eerst die? Dit niet. Oh ja, dit is gewoon een open dicht. Oh, zo. Bewaardoosje. Die laten we even open. Zo. Ja. Oké, let's go. Nee, die is het niet. Dan deze eens proberen. Ja, ja, ja! Ja! Oh, dit is leuk! Oh. We hebben nog iets. Nog een mini muisje. Een muisje. Maar wat zit hem daarin? Hier zit niks in. Kijk, deze kan ook open. Kijk. Oh! Ik vind het echt als een slotje gebruiken. Oké.
Oké. Ik wil nu deze open. En volgens mij kan die niet open. Oh. Volgens mij is het een slotje. Oh, dit is eigenlijk wel heel leuk. Oh, waar is die sleutel? Welke sleutel had je gebruikt? Paarse? Ik denk het, ja. Oh. Meestal is gewoon een slotje dicht. Is gewoon vaak gewoon terug dicht doen. Yes. Ze zijn in ieder geval heel leuk. Dat moet je wel. Waar zou je dit slotje allemaal aan kunnen doen dan? Ook nog aan andere dingetjes, denk ik. Ja, heb je geen gaatjes? Nee, je hebt ook geen gaatjes. In je schoenen moet dat. Ze lieten hier wel zien aan je schoenen. Ja, kijk. Kijk, je hem ook aan doen. Oké. Was het? Oké, roze hartje. Volgens mij maakt het niet veel uit. Jawel, anders gaat hij niet open, want net draaide ik het toen. Ik ben heel benieuwd, jongens. Oké, wacht even. Ik moet hem eerst proberen ze aan te halen. Dat is nog meestal wel lastig. Mm-hmm. En dan dit slotje weer. Het is best lastig dit hoor. Oh, je hebt hem al. Kijk dan hoe leuk. Kijk jongens, nu hangt dat kleine kittentje eraan. Dat is een poes, hè? Ja. Kijk. Of een kittentje, wat je ook wilt. Ja, maar ik bedoel, het is een poes toch? Het is geen hond. Nee, het is een poes. Het is een poes. Maar die is wel leuk. En dan heb je hier dus nog een hele kleine. Ja, en daar heb je ook een sleuteltje voor nodig. Ja, maar... Maar die heb ik gewoon zo open gedaan. Kijk, dat zit gewoon zo. Zo. Waarom hebben we dan twee sleutels? Om eentje voor die. Eentje voor die en eentje voor die. Kom eens, geef ze mij de paarse. Geef ze mij de paarse. Nou, vertel jij het maar. Oké, sorry hoor, maar dit begrijp ik niet. Waarom moet het onderste dan open? Ook via de... Waarom heb je dan die roze? Dan springt die ook open. Dan gaat die ook open. Het gaat allebei open. Oh, heel op het moment, leuk. Kijk maar, op het moment als ik hem opendraai, kijk. Ik zal het nog even daar laten zien. Ja, kijk, het zo. Kijk, ik heb hier een poesje. Met de sleutel. En als ik het moment als ik die omdraai. Kijk. Ponk. Dan gaat ook het buikje gaat open. Ja, dat is wel heel leuk dit. Kijk, ik heb daar een klein muisje uit. Die stop ik er ook weer zo terug in ieder geval. Oké, en welke was dit? Dit was het poesje. Ja. Oh, er zijn er echt al heel veel van. Ja, en de achterkant ook. Oh, ook nog. Ja, ik zie het ineens. Heel veel verschillende. Maar ik zag net een hele leuke. Maar dat zijn er een heleboel. Dat kijk, zijn die er, is wel heel leuk. Even kijken, waar zag ik hem net? Aan de andere kant. Deze. Een regenboog. Ja, die heb ik heel graag ook. Maar dan ben ik wel benieuwd wat er dan bij die in zit. Ja, bij die andere. Zal ik die ook eens openmaken? Ja. Oh, er zit nog een boekje bij. Ja, dat is gewoon het gevaar. Oh, dat... Kijk thuis met kleine kinderen. Dit speelgoed is niet voor kleine kindjes bedoeld. Zal ik hem openmaken of jij? Ik wil wel helpen. Samen. Oké. Zo. Ik heb hem ook opengemaakt. Nee, dat is al zo. Oh. Nee. Oh, groene. Ah. Groene. Boing. Oké. Zal ik deze alvast openmaken? Kijk, ik doe die even aan de kant. Zo. Auw. Wat, auw. Ik kwam op mijn voet terecht. Oh, nou. Zal ik hem openmaken? Ja. Er zit niks in natuurlijk. Oh nee, want er zit natuurlijk hier. Een ijsje. Ja, dat wist ik wel. Een ijsje. Oké, die stop ik dan hierin, ja? Hier, dat is heel leuk. Wat zit erin, dat kan je echt niet zien. En de twee sleutels, die zijn heel makkelijk uit te duwen. Mag ik de ander doen? Ik vind dat zo lekker. Oh, maar het is wel zo. Dat zie ik al even goed. Met deze sleutel kan ik die niet openmaken. Zijn echt voor deze is deze. En die ook. Ja. Nou, die hebben we die. Daar moeten we een beetje op letten. Ja, we zien het vanzelf wel. Ja, als hij het niet doet, dan doet hij het niet. Yes. Oh, wat zit erin? Wat zit erin? Wat is dit? Een tang! Kijk. Oh ja, een heel klein tangetje. En die doet het ook echt, zie je?
Oh ja. Hij is wel leuk, hè? Ja, maar ik vind het wel jammer. Oh, hier, dit is hem. Ja, en de achterkant is... Kijk, het is een draakje. Dat oh, is ik heb hem door. De achterkant is voor de kleintjes, denk ik. De achterkant? Ja, de achterkant. Dat is deze. Ja, zie je, dat is voor de kleine. Oh, oké. Okay. Ik zal je de voorkant laten zien. Dit is de... Even achter, dan heb ik geen beeld. Ja, dit is het groene beestje. Of het en ik heb hier ook iets ontdekt. Met echt zo'n leuk klein staartje hier. Kijk. Wat een lieverd. Kijk, en de achter deze kant. Dus de achterkant, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Daar staan dus deze twee. En wij hebben deze. Die groene. Zien jullie die? En dan hebben we er deze. Met dat tijgertje een beetje. Ja, en deze groene is dus zo'n kleintje. Ja, en ik heb hier ook nog een kleine. Wij stoppen er allemaal dingetjes leuk in. Leuk is die, hè? Toch? Maar deze kan niet open. Dus nee. Die kun je nergens aanhangen. Maar die kun je wel aan deze hangen. Ja, maar waar staat de achterkant? Kijk, als ik hem open doe. Kijk. Hem open. Nee, dit is echt vast. Kan ik wel zo doen. Oh, misschien is dat ook de bedoeling. Ik heb geen idee. Ik ga kijken, kan dat echt niet? Oh, dit ding is nog open. Kan dat kan echt niet. Wat kan er echt niet? Nou, dat je, kijk, dat heeft zo jullie ontdekt. Ja, dat gaat echt niet. Dit zijn wel twee dezelfde sleutels. Ik hoef niet zijn buikje open. Kijk, dit is namelijk een... Ja. Kijk je? Nee, kijk. Kijk oh ja, ik zie het. De ene is namelijk, ja, dat zal heel moeilijk zijn beeld te krijgen. Maar deze is een driehoek en deze is een vierkantje. Dus het gaat natuurlijk never nooit niet passen, omdat bij de ander in zijn neus te poppen. En welke hoort nou bij deze? Dat is de driehoek, deze, paarse. Driehoek, die doen we dan daaraan en deze. Dat zou ik niet doen, want dan krijg je niet meer open, denk ik. Oh nee. Kan je er dan nog bij? Ja, dan kan je er nog bij, dat kan. Normaal gesproken is het natuurlijk niet een goed idee om het sleuteltje... aan het slotje te doen. En ook de reservesleutel aan het slotje. Want dan kan je hem niet meer opendraaien. Jee. Ja? Gelukt? Ja. Ik ga kijken wat hier ook weer in zat. Ja? Wat heb je dan? Oh, je hebt natuurlijk die andere erin zitten. Ja. Ik heb er hier ook één in zitten. Ja. Kijk. Ik heb het, twist dingetje heb ik erin. Jij? Is een ijsje. Ijsje. Die heb ik daarin gestopt. Heel klein ijsje. Ja, dat echt is ook super leuk om erin te doen hoor. Mini, mini ijsje. Ja, dat is wel heel leuk. Zal ik hem ook even laten zien? Zo moeilijk om te laten zien, dat is zo klein. Ja, dat is wel waar. Ik heb een klein. Oeh. Ja, hij is super klein. Een visje. Ja, vissengraatje meer. Ik hoop dat jullie hebben het gezien. Maar hij is echt super gaaf. Ik stop hem weer terug in mijn doosje en ik hang hem weer aan mijn katje. Wacht. Heb je op school ook een etui? Ja. Dan kun je er een op je school. Nee, ik heb er niet een op school. Heb je geen etui? Oh, hier wel. Dus je kan er hier een etui doen. En misschien een aan je jas of aan je schoen. En dan heb ik altijd wat leuks bij om mee te spelen. Precies. Ik ga even deze aan, spulletjes hebben we dus gekregen van het bedrijf Hasbro. Kijk er sowieso op. Op, want er zijn er echt vast nog wel leuke dingen. Er zijn er heel veel van. Hou dus het straal. Kan je dat ga ik zo meteen doen. Maar voor nu, ik hoop dat jullie dit leuk hebben gevonden. Ik vind ze allebei wel super gaaf. Als jullie op zoek zijn naar ook dit soort speeltjes. Je heet ook weer Lockstars. Lockstars. Die zijn natuurlijk gewoon te koop in de speelgoedwinkel. Zoals in de Toys. Ja, al dat soort kinderspeelgoedzaken. Yes. Maar het is dus van het merk Hasbro. Ik weet zeker dat je op internet nog heel veel verschillende gaat tegenkomen. Wij vonden het in ieder geval hartstikke leuk. Ja, als ik hier een cijfer moet zeggen. Ja, wat voor cijfer geef je eraan? Een 9,5. Zo hé, nou dat is echt heel hoog. En jij? Nou, ik toch wel een 8. Oké, hoezo een 8? Nou, omdat ik dat gewoon vind. Ik geef het een 9,5 omdat ik het A super leuk vind dat je het alleen met die slotjes kan open doen. Mm-hmm. En dat je er gewoon heel veel verrassingen bij krijgt. Dus dat vind ik vooral super leuk. En voor nu? Hoop ik dat jullie hebben genoten van deze video. Tot de volgende keer. Doei doei! Doei.
Boom, 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 boom